Als u eigenaar bent van een appartement dat u verhuurt of zelf bewoont, wordt u jaarlijks geconfronteerd met kosten, onder andere voor de gemene delen en syndicuskosten. Zoals u waarschijnlijk wel weet, beschikt u over een recht op de algemene vergadering om u hiertegen te verzetten. U kan deze kosten afkeuren, goedkeuren of u onthouden van stemming. Maar ook nadien heeft u nog een protestmogelijkheid. U beschikt over een termijn van 4 maanden om een procedure op te starten bij de vrederechter. Let wel op, het volstaat dus niet om binnen deze 4 maanden uw protest te formuleren aan de Vereniging van Mede-eigenaars of aan de syndicus. U dient wel degelijk een procedure te starten bij de vrederechter. Doet u dit niet, is uw recht op protest definitief vervallen. Ik ben Ellen Engelen. Net zoals mijn collega's sta ik u hierin graag bij. Aarzel niet om ons te contacteren.